Hallo en welkom bij Crystal Stick Brouwerij in Halle. Zoals je ziet is onze berg nog goed besneeuwd, maar u kan altijd langs achteren ook komen. Ik ga u... We gaan eens binnen. Ik wou eens laten zien hoe dat het er nu uitziet. Omdat we, ja, gezegd hadden, we gaan het wat opruimen. Dus via foto's vond ik het al wat moeilijk. Maak ik dit filmpje. Dus kunnen we nu eens gaan kijken. Hier hebben we zicht op onze productieruimte. Die is eigenlijk onaangeroerd gebleven. Ik zal u dat wel vertellen als je komt. En hier zitten we aan ons opslag. Links zijn de overtollige lege flessen. Rechts daarvan staan de bakken bier. De opgeslagen bakken. Ja, dan zie je daar achteraan. En hier hebben we mijn vaten. Die worden afgevuld bij de volgende productie. Ja. Achteraan zie je ook nog links daar van die witte tonnen panelen. De panelen zijn voor de deelname aan bierfestivals. Dan gaan we eigenlijk eens in het rommelkot kijken. Het rommelkot die vorige keer overhoop lag, is eigenlijk nu toch wel wat beter. Dus ik dacht anders mijn kledij en het rekje met de producten weg te nemen, hier te zetten, maar dat hoeft eigenlijk niet. Hè. Dus dan komen we in de open ruimte terug en dan zie je eigenlijk dat we al die paletten met die dozen eigenlijk allemaal weg hebben gedaan en dat we er nog enkele hebben laten staan, hè. Niet veel. Dus als je je oriënteert, daar is het toilet. Dat is de muur. Kinderen zijn we binnengekomen. Dat is de productie. Dus dan zie je eigenlijk dat we hier een grote balzaal nu hebben. Om, ja, die open is. Waarbij dat er nu, denk ik, toch niet meer zo'n discussie van opslag is eigenlijk. Hè. Dus dat is wat dat ervan geworden is. Ik zou zeggen, kom gerust eens langs. Dat was voor mij nog het laatste wat dat ik moest doen. En dan kunnen we nu een pintje drinken. Oké, dank u, tot ziens.